Dus dat is hoeveel een Shetland veulentje weegt van ongeveer 3 maanden oud. Hallo allemaal, het is vandaag vrijdag. En omdat het best wel warm is geweest de afgelopen dagen, hebben we echt niet zoveel met de paarden gedaan. Maar vandaag hebben we gelukkig wel iets leuks op de planning staan. Helaas is Polly werken, dus daarom heb ik de camera in de handen nu. Maar we gaan eens kijken hoeveel... Ja, zij daar. Hallo Nirvana. Maar vandaag staat er wel iets leuks op de planning. Want de paardenmeter komt zo meteen. En dan gaan we eens kijken of... ja, Valentijn gaat wel lukken. Nirvana ook wel. Maar ook kijken of die kleine daarachter... Of die ook op de weegschaal durft te staan. Gaan we eens kijken hoeveel zij nog weegt. Dus ik hoop dat we het kunnen filmen. Ik ga het zo meteen wel vragen voor zekerheid. Maar mocht het niet zijn, ja goed, dan doe ik gewoon daarna nog even wat vertellen erover. Maar ja, ik ben benieuwd. We staan twee lekker in de schaduw. Heb jij wel met je billen in die zee, Valentijn? En ze komt deze jaar geschuurd. Lekker interessant. Lik. Hij heeft de bal eruit gehaald, zie je? Is het lekker, Valentijn? Mineraaltjes. Ja, zout, liksteen. Even kijken dat hij op 0 staat. Yes. Yes. Nou, Stijn. Nou, kom er maar eerst maar gewoon eventjes hierin. Want eigenlijk in de ideale wereld gaat hij er zo rechtsom op, zeg maar. Ja, staan wij goed of moeten we iets ergens anders? Ja, dus een paar tegenhouden. Ja, het wordt een beetje Valentijn. Neem eerst maar eens even mee. Laat maar even kijken, daarna heb je het vast gezien, hè. Ja, het wordt een krabbochtje, maar ik weet dat jij dat kan. Ja, maar daar gaan wij oplossen. Hij heeft een blessure gehad met zijn linker voorbeen. Ja. Het centraalbeen is gebroken geweest. Ach. Het is wel ingecapsuleerd, allemaal goed. Oké. Okay. Hij is goed behandeld. En zijn een jaar tijd 100 kilo afgevallen is nodig. Oh ja. Die 500 kilo, nu 400 nog aan. Ik denk dat hij nu nog meer weegt. Ik ben bang voor. Nee, maar vast mee de hoek in. De deur op dicht gedaan of niet? Kan niet op slot. Okay. We doen het gewoon rustig. Gaan we vast even een hoekje. Dan parkeren we hem alvast een beetje om de hoek. Mijn paarden kunnen dat gewoon. Ja. Als we het zo goed uitleggen. Juist, goed. Yes. Dan mag ik het hoofd vast een beetje deze kant en dan zal ik de rest een beetje proberen te draaien. Ik kan ook weer lopen, hè? Ja, jij mag er gewoon. Ja, als het paard erop komt, ben jij er ook op. Ja, toch? Nee. Niet. Ja, je zult er iets recht voor moeten komen. Juist, heel knap. Prima. Goed kijken. Ja, goed. Heel zie. Even snuffen. Ja, stepje is ook schattig. Weet ook heel leuk. Voeten optillen, ook wel handig. Juist, oh, dit corrigeer je heel mooi. Pas op dat je voet daar nu niet onder komt, omdat hij even wipt. Mm-hmm. Goed, ja. Zo, keurig. Ja. Yes. En dan zo min mogelijk de aanhanger, zeg maar. Ja. 601,5. 601? Ja, kijk maar. Dan moet je aan de lijn doen. Zo'n tijntje, minder rooi. Sterker nog, tussen de 601,5 en de 602, hij twijfelt. Maar ja, ik heb hem denk ik afgedrukt op 601,5. Ja, 601,5. Ik denk dat het 602 was, maar hij twijfelt. Mooi voor het winterseizoen toch? Een halve kilo, dat maakt niet uit. Hij is nauwkeurig op een halve kilo, dus als het ertussen zit dan... Dus nu gaat hij, switcht tussen de 602 en de 601,5. Kijk. Het is al gewaagd, hè? Zelfs er vandaag? Oh ja. Even wachten. Ja. Hij mag eraf. Net als je even zijn poot wat been wat ontspant. Ja, gewoon probeer maar vooruit zo, maar laat hem zelf kijken hoe hij dat wil doen. Juist. Want vaak weten ze zelf precies waar ze hun voeten neer willen zetten. Ja, deze zeker. Ja, liefst op die van jou ook, of niet? Gelukkig niet meer zoveel. Boeken wel. Ja, gewoon hier en daar wel wat aandachtsplekjes. Ja, we mogen eigenlijk met die twee niet. Ja, dat is afgaan. Die achter zijn minder. Die achter zijn minder. Die voorbeelden staan eigenlijk onder. De klok is 1,56. Nou, dat is ook wel te doen. Nee, dat is oké. Ja, jongen. Dat is goed gegroeid. Ja, dat staat dan niet op camera. Of misschien wel? Dat weet ik niet. Maakt niet heel veel uit.
Nee, het staat er maar, maar toen komen er nog meer, hè. Oh, daarom. Zo. En zelfs mijn Fjord de Veulen van 3 maanden oud, die gaat er ook nog steeds zonder hals erop, hoor. Die manoeuvreer ik gewoon met mijn eigen lichaamshouding erop. Dat doet al veel, hè? Lichaamshouding. Ja, als je gewoon zelf ook rustig blijft, hè? Ja, dankjewel. Zet je die eerste op, want dan kan de kleine, hoe heet de kleine? Seppi. Kan Seppi even kijken? Seppi met een A, hè? Seppi met een A, ja. Het is Nirvana en Seppi is een nummer van Nirvana. Ja. Oh, oké. Okay. Moet je me straks nog even helpen hoe ik precies schrijf? Ja, zeker. Nou, eigenlijk hetzelfde als je niet zit. Ja, oké, want zij kan nog wel eens uittrappen naar haar. Ja, en gelijk, want het is ook een ding. Ja, en de veulen is er ook bij, dus... Kom maar, meisje. Hoe kun jij? Ja, super knap. Super knap. Nou, doe eens even gokken. Wat weegt deze? 275. 214,5. Gelukkig minder dan jullie dachten. Ja. Dat is wel voor moeder. Als ze wil, mag ze daar blijven staan, dan doe ik haar daar mee. Ja, dat is goed. Ik denk dat ze daar wel rustig staat. En voor de kleine heb ik een klein stokje bij. 1,4. 1,4. Zo. Die was. Nee, nog verder. 1, 2, 1, 1. Ja, kan. Ja. Soms heeft het ook te maken met wanneer de smid is geweest. Zeker. Hè? Als die weer moet komen verpakken, zijn ze ook vaak weer een stukje langer. Goed zo, meisje, op draad. Staan. Ja, zo staat. Ja. Zo kan het ook. Moeder en veulen gewoon samen. Ja, met geduld, hè? Ja. Ja, maar je moet soms een beetje puzzelen. Ja, ja. En deze die begrijpt het eigenlijk niet zo goed. En dan kan je het beste laten kijken wat mama doet, hè? Ja, en de volgende keer snapt ze het. Ja, precies. Dat doe ik ook, hoor. Want als ze op dag 1 bij mij op de weegschaal gaan, net geboren veulens, die gaan ook met mama samen. Ja. En dan trek ik daarna het gewicht van moeder er wel af. Groot, hè? Goed gedaan, Seppi. Ik kan beter staan. Kom, 81 centimeter. Ja, dat is toch een schattige hoogte. Even kijken, Seppi, hoe schrijf ik dat dan? S. Ja? A van Anton. 2 P's. En dan Griekse ei. Oké. Okay. Missen volgens mij. Nou ja, anders, je weet niet of wie is. Ja. Kijk, alsjeblieft, de hele administratie bij elkaar. Top. Schattig. Leuk. Leuk, hè? Ja. Blijft ook leuk bewegen. Ja, en het is ook handig, want je gaat natuurlijk het winterseizoen in. Dan gaan ze natuurlijk een beetje op rantsoen in het winterseizoen, want ze krijgen natuurlijk minder gras. Kijk dan. Ja, wat mama. Wat een apparaat al, hé. Ja, mama speel met mij. Katerkop, hè? Nou, het is een meisje misschien op de moeder staan. Nou ja. Dat het een merrietje was. Dit is een merrie. Zo pittig zijn bij mij meestal de eentjes. Ja, maar... Het is een merrie. Ja, hier zijn de meisjes. Ja? Ja, nou, ik zou het niet weten, want ik heb de merrie veulen gefokt. Mijn merrie krijgt alleen maar hengsten. Oh, ja. Dat is wel toevallig dan. Hoi. Ik denk dat deze vlog nog niet afgemaakt en nog niet alle uitslagen van hoeveel de paarden nou wegen verteld en even zeg maar
alles afgerond. Dus dat ga ik even doen, want vandaag heb ik vrij en Dwee niet. Ik heb hier het kaartje wat we van de paardenmeter hebben gekregen, waar dus inderdaad alle gewichten en zo op stonden. Want volgens mij is Seppie's gewicht uiteindelijk nog niet gezegd, maar ja, dat ga ik jullie zo vertellen. Hoeveel zij dus woog zonder dat Nirvana ook op de weegschaal erbij stond. Nou, Valentijn die woog vorig jaar augustus, woog hij 641 kilo. En dat was echt best wel te veel. Het was nog niet dat je zegt van zware obesitas en dit en dat, maar hij was gewoon echt wel te zwaar. Daardoor had hij met zijn blessure ook wel veel last van. Het was natuurlijk toen voor ons moeilijk, omdat wij niet veel met hem mochten trainen. Plus hij stond op een pensionstal waar hij gewoon onbeperkt ruw voor had, zonder slow feeder. Wat voor hem, ja, aangezien hij een paard is wat veel inhaleert, zeg maar, dat is gewoon te veel voor hem geweest. Nou ja, in oktober is hij natuurlijk hierheen verhuisd en in maart hebben we hem toen opnieuw op de weegschaal gezet toen hij bij Equisound was voor zijn backsoundbehandeling. En toen woog hij nog maar 531 kilo, wat betekent dat hij toen vanaf oktober tot maart 110 kilo is afgevallen. Nou, ondertussen heeft Valentijn natuurlijk een hele revalidatie erop zitten. We zitten weer in het zomerseizoen, wat betekent dat hij weer op het gras gaat en ja, hij zit over het algemeen beter in zijn vel. Dus nu woog hij dan 601,5 kilo of 602 kilo. Op zich is het niet heel erg. Het is niet super te zwaar zoals hij eerst was. Het is ook niet zo licht als dat hij eerst was. Maar ja, we gaan natuurlijk dadelijk het winterseizoen in. Dus op zich is het niet erg als hij nou wat reserves heeft. Want als het dadelijk kouder wordt en hij gaat niet meer op het gras, dan valt hij gewoon wat af. Ik denk dat we het voermanagement niet heel anders gaan doen. Maar eigenlijk wat we liever zouden willen zien, niet alleen bij de paarden, maar ook bij mezelf, is dat al het vet wat hij heeft, dat dat omgezet wordt in spier. Want dat hij zoveel weegt, is niet per se erg te zijn, als het maar geen vet en vetbulten zijn, zeg maar. Je wil gewoon dat hij op een gezond gewicht is, maar ook gewoon goed in zijn lijf zit qua spier. Want nou merk je inderdaad, oké, het gewicht is best goed, maar eigenlijk moet alles wat vet zijn, moet spier zijn en dan is het perfect. Dus met Valentijn gaan we zorgen dat hij inderdaad veel meer vet gaat omzetten in spier. En dat je ziet dat gewoon die toplijn goed blijft, dat die achterhand sterker wordt. En ook de hals en de schouders, dat die gewoon veel bespierder gaan worden. Dus ja, dat is ons plan met Valentijn. Van Nirvana wisten we nog helemaal niet wat ze woog. Ik vond het namelijk ook een beetje vreemd om de weger te laten komen terwijl ze trachtig was. Ik denk van, dat voelt niet helemaal eerlijk en dat is misschien iets te vermenselijk. Maar je denkt, ja, je gaat geen zwangere dame op de weegschaal zetten. Dat is Anton. Maar Nirvana woog dus 214 kilo. En zij was ook 104 centimeter groot. Valentijn was trouwens 1,61. Vorig jaar werd Valentijn op 1,58,5 meter gemeten. Maar ik vond dat toen, dat ik al dacht, volgens mij is die al 1,60. Maar nu was hij dus 1,61. Nirvana was 1,04 meter. Officieel op Nirvana's NSPS-papieren is ze gemeten op 1,02 meter. De NSPS-ponies die worden met 3 jaar, dacht ik, geloof ik, of met 2 jaar zelfs al. Volgens mij worden ze dan gemeten en dat is de eindstand die ze altijd in hun papieren aanhouden. Dus ondanks dat Nirvana nog gewoon 2 centimeter groter is, wil niet zeggen dat dat in haar papieren per se aangepast wordt. Maar ja, dat is ook weer 2 centimeter erbij. En ja, voor Nirvana gaan we nou ook zorgen dat zij gewoon meer spieren gaat aanmaken. Want ja, ze heeft gewoon een beetje babyvetje. En Nirvana die is een laadbloeier, dat wisten we ook al vanuit de fokker. Ze is wat, als je haar vergelijkt met leeftijdsgenoten, wat ze bij het stamboek graag zien, is ze wat ielig. En ja, daarom had de fokker haar ook laten dekken, dat ze wat meer gaat uitbouwen, zeg maar. Dus ja, dat was wat met Nirvana, zeg maar. En voor ons hoeft ze niet per se, zeg maar, dikker te worden of groter, maar gewoon meer spier, zodat ze inderdaad die kar kan trekken en zodat ze gewoon ook dadelijk, net als Valentijn, lekker in haar vel zit en aan de slag kan. Dan, Seppie is natuurlijk het bijzonders, want die hadden jullie nog niet gehoord. Maar Seppie die woog een 74 kilo, want in totaal met Nirvana was het dan 288 kilo en min Nirvana's 214 kilo bleef er dus 74 kilo over. Dus dat is hoeveel een Shetland veulentje weegt van ongeveer 3 maanden oud. En Seppie was 81 centimeter. Zo schattig. Het is natuurlijk heel leuk om te zien hoe die veulens dadelijk groeien en zo. En ook voor Seppie, wij gaan dadelijk natuurlijk elk half jaar de paardenmeter laten komen. Aan het einde van het winterseizoen en aan het einde van het zomerseizoen. Want dan kunnen we kijken, oké, wat gaan we dit seizoen doen qua aanpak. En bij Seppie gaan we dus voor de komende jaren heel leuk zien hoe zij inderdaad gaat groeien. Dus hoeveel ze weegt als ze zoveel jaar is. En dan hoe groeit ze, zeg maar, als ze zoveel is.
Ik had het natuurlijk leuk gevonden als we dat gelijk bij de geboorte ook hadden kunnen doen. Dus dat je dan gelijk ziet van oké, dit is hoe een pas geboren veulen weegt. Maar ja, in principe hoeft dat natuurlijk ook niet. Het is natuurlijk ook fijn om te weten hoeveel een paard weegt. Stel, er moeten ooit een keer medicijnen worden toegediend. Dan weet je exact hoeveel een paard weegt. En dan, ja, dan weet je zeker dat je goed en accuraat zit met de medicatie. Dus ja, dat is wat we nou hebben. We gaan qua voerbeleid ook niet heel veel meer aanpassen. Wat we nou doen inderdaad is gewoon, ze krijgen 's avonds een rondje hooi. En overdag gaat de weide wel nog open en dan gaat die 's nachts weer dicht. Naarmate de winter meer voordert, dan gaan de weiders natuurlijk niet meer open. Maar dan verdubbelen we de aantal hooinetten dat we hebben en dan krijgen ze dat. Valentijn die krijgt verder 250 gram Daily Complete Timothy van Vitalbix. En als hij dan getraind heeft, krijgt hij daar de balance. Volgens mij is dat de balance inderdaad. Krijgt hij, als ik het fout heb, zal ik het hieronder even zeggen. Maar die krijgt hij er dus bij. En dat is ook dan 2 schepjes, is dus 500 gram. Dus hij krijgt dan, als hij getraind heeft, krijgt hij 500 gram muesli erbij. Nirvana die krijgt nou nog best wel een flinke hoge dosering aan Breed & Grow. Volgens mij 500 tot 750 gram. En Seppi eet daar ook van mee, dus in principe is dat voor hun alle 2. En Seppi die krijgt dadelijk op een gegeven moment gewoon 50 gram, ja, Breed & Grow, zeg maar. Ze is een groeiend veulentje, dus ze krijgt gewoon die Breed & Grow. Nirvana gaan we op een gegeven moment natuurlijk afschalen. We moeten ook even kijken, want ze is natuurlijk nu nog lacterend. Dus zodra Seppi is afgespeend, zal dat wel wat anders worden. Waarschijnlijk ook meer inderdaad naar die balancer en dan misschien de balance erbij als we veel met haar doen trainen. Ze krijgen bij allebei ook nog ruwvoermix. Maar nou krijgen ze allemaal de ruwvoermix van Vitalbix. Want die is voor ons gewoon makkelijker ergens te halen. Aangezien Florian best wel een stukje rijden is. En het voor ons makkelijker is om als we toch al Vitalbix brokjes gaan halen. Dan ook de ruwvoermix van Vitalbix te halen. Want ja, die hebben ze nou gewoon ook. En dat scheelt ons gewoon op en neer rijden. Dus ja, die halen we nou gewoon. Valentijn die was al helemaal over naar die en dat gaat super. En ik ben Nirvana heeft nog een klein beetje van de Florian. Wat is dat? Growth. Ja, iets met groeiende paarden. Ik weet niet precies alle namen en termen van alle merken. Maar die kreeg ze nou, die is bijna helemaal op. En dan gaat ze ook helemaal om naar Vitalbix Ruwvoermix. Dat was dan hoeveel de paarden wegen en hoe groot ze waren. En wat we verder gaan aanpassen in ons voerbeleid. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Dus laat even een reactie achter in de comments. Doe jij je paarden ook laten wegen en meten? En ja, wat vond jij ervan? Doe ook even een duimpje omhoog en abonneer op ons kanaal. En dan wens ik jullie een fijne dag. En tot de volgende keer. Doei doei!